Dat moet het toch wel kloppen, dacht ik. Okay, guys, I'm gonna do this quickly in English because we have a lot of Dutch people standing out here, but I know we have a lot of English watchers. Lotte is about to enter here the Prince Town on her chest. She has been paddling prone. For the people who don't know what prone is, you lay on your knees, or you kneel on your knees, or you lay down on your whole body, and you paddle with your arms, so no blades, no paddle. And she talked to me 3 weeks ago, and she was like, I really want to do it, but 36 hours, I'm not sure if I'm able to do it. And she... Sorry, I have to do something with the connection. De zure bommen daar, ja, wat is dat toch? Ik zit allemaal op 64, hè? Zure bommen. Ja. We praten de meester Pelle uit van goh, wat is je favoriete nummer en vooral als je helemaal doorheen zit. En toen stond alleen maar de zure bommen daar, de enkel van Zeesomstraat. Dus vandaar dat we deze week. Hoe ze daar lopen? En zodra we haar zien en ze heeft de Sorry guys, I had to adjust something. Wat dacht je daarvan? Anyway, I was telling. She was telling. She was calling and she was like, yeah, I'm not sure if I can finish in 36 hours because, the suppers are pebbling max 36 hours. So then we decided, I talked to Hans. And we had a look at the 24-hour race a couple of weeks ago in France, and there was a prone paddler too, and he was, of course, slower than the paddlers, suppers. So we decided to give her 3 more hours. Same, of course, for Bart. Bart had to pull out in between Workham and Bolsward. He was finished. He was done. Ik geloof dat ik dit maar ga doen. And it looks like Lotte is gonna make it. Within the 39 hours, and José already said in Dutch a couple of minutes ago, what do you think? Is she actually going to wait until the 39 hours? So she's actually finishing it. She's the first female prone paddler who is finishing this 11 cities. 200 km. It wasn't easy. We have seen her many times. And, nee, niet met één vinger. Niet twee dan. José is actually trying out. Oh. Well, ja, en kijk, dit is het dan ongeveer, denk ik. Voor hoe lang? 38 uur? 39 bijna? Wauw. Ja, dit is wel. Dit is wel een dingetje hoor, Jimmy. Ja, denk ik ook. So yeah, the water is warmish, and this is all because we had a... I see some boats of the crew coming in, and it looks like, can we have some music? Oh, Remy. Als Remy nog steeds wereld. Woo! And this is her favorite song. Over de finish.
Kom jij hier? Zij kan beter sturen. Wil je overstappen? Ja. Kom jij eruit, Gelof? Ja. Dat is beter. Gelof kan beter... Sorry guys voor de... Careful, careful, careful. Yes, yes. Lotte, we komen eraan. Jimmy. Sorry guys. Ik moet eruit doen, denk ik dan, hè. Lotte! Jimmy, kan je me nog een paar geven? Oké. Bijna hard geven, Jimmy. Woe! Lotte! Lotte! Lotte, ik heb wat voor je! Je bent zo verdiend. Ja, pak hem, pak hem. Ik zei het al. Het komt wel door jullie hoor. Dat jullie het wisten. Oh, wat supergoed. Wat supergoed. Oké, okay. Is het Michael? Heel goed gedaan. Dank je. Mijn is weer. Lotte. Ja. Ja, de vraag die je als journalist moet stellen, hè? Hoe voel je je nu? Overweldigd. Er zijn echt heel veel mensen, superleuk. Eén groot feest. Ja, ja, cool, het is gelukt. This is you! Ja! Ik weet niet hoe het lukt. Kom op, je bent een winkel. Je bent een winkel. Ja, die champagne, kom op! Ik heb helemaal niks. Kom, zal ik helpen? Yes! 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 Oh, Remy! Remy! Alsjeblieft, applausje voor Remy! Remy! Ik heb hem. Oh! Oh! 100 kilometer gekade. Ik zei dat ik het ging doen. Zei hij, zou ik anders die nacht met je mee kanoën? Zei ik, ja. En toen bleef hij. Dankjewel Remy. En dankjewel. Super team. Coach team, papa, mama, Lieslot. Fiets team. Kano team. Allemaal. Super bedankt. Dankjewel Lotte. Okay guys, this was it. Nu, you want to say something to Facebook Live? Yeah. Oh, yes, we said to do fine thing. Okay guys, we're off. Wat? Moet ik het zeggen? Wil je nog? Ja, je kan nog wat zeggen. Nee, hoef ik maar niks te zeggen.